Mohammed Dadouche. Yes. Maar iedereen noemt jou eigenlijk Dado. Waar komt dat vandaan? Ja, dat komt door mijn achternaam, omdat ik mijn achternaam Dadouche heet. De afkorting van mijn achternaam is dan Dado. Oké. Vroeger vaak Dado genoemd werd, ja, is dat overgenomen. Ja, wegens omstandigheden heb ik 23 maanden stilgezeten. Heb ik niks kunnen doen. Maar, bijna 2 jaar dus? Bijna 2 jaar. Ik heb mezelf wel goed kunnen herpakken. Ik ben nu 4 maanden bezig. Oké. En ik voel mij beter dan ervoor. Dus. Oké. Hoe oud ben je nou, Dado? 22 jaar. 22. En hoe zwaar ben je? 102 kilo. 102 kilo. En jouw lengte is? 1,95. 1,95. Wil je dit gewicht blijven houden of wil je zwaarder worden? Nee, mijn streefgedeelte is wel om naar 110 te gaan. Oké. Ik voel me wel goed bij voeding, want ik voel me nu supergoed. Ik voel me super snel. Hoe ga je dat doen hoe ga je naar 110 kilo? Ben je met krachttraining mee? Ik heb krachttrainer. Met hem zal ik dan stappen ondernemen om tot 110 te gaan. Oké, nou, dat is goed. 110 kilo, 1,95 meter. Dat is een goed verhaal. Jouw laatste wedstrijd, wanneer was die? Was in eind november 2019. 2019. Dat was, kant bijna precies 3 jaar terug. Zo. Dat was een Europees titel, gevecht van KOK. En die heb je gewonnen? Yes. Oké, nou, dat is goed. In ieder geval, hoeveel A-klasse professionele partijen heb je in totaal gedaan? Ik heb 7 A-partijen gevochten, waarvan 1 verloren en 1 gedisqualificeerd. En op naar meer. Dus je hebt er 5 gewonnen, zeg maar. Yes. 5 partijen gewonnen van de 7, nou, dat is in ieder geval een goed resultaat. Hè? Ja. En je bent 4 maanden weer aan het trainen. Ja. En wanneer ga je weer vechten binnenkort? Of? Ik heb een partij staan 26 november. Dat is een MK1 titel. Oké. Okay. 5 rondes. Een zwaargewichtgevecht tegen een jongen uit Dubai. Oké, en waar is die wedstrijd? In Dubai zelf. Oh, die is in Dubai. Yes. Oh, nou, dat is mooi. En ik hoorde ook dat je hebt een nieuw contract getekend met Hammers Gym. Want je oude contract was verlopen of zo? Of hoe zat dat? Yes, mijn oude contract was verlopen. Ik voel me gewoon heel goed bij Hammers Gym. Ik voel me thuis. Ik vind de kwaliteiten hier zijn gewoon super goed. En zoals iedereen weet in de kickboxwereld, die verstand heeft van kickboxen, weet dat hier de kampioenen gemaakt zijn. En ik heb vertrouwen in Nick, dat ik zelf ook ik heb vertrouwen in Nick dat hij mij ook een kampioen zal maken met mijn medewerking. En daarbuiten ook omdat ik bijna 3 jaar niet heb gevochten. Dat doet voor mij niet veel toe, omdat ik elke sparringdag, omdat wij sparringen, dat is gewoon erger dan in een gevecht. Dat heb ik altijd meegemaakt hier zo. En dat zal ik waarschijnlijk ook altijd blijven meemaken hier zo. Dus ik voel mezelf. Niet dat ik 3 jaar niet heb gevochten, dat ik roest heb of et cetera. Ik voel me gewoon goed hier. En ik voel gewoon dat het ook goed gaat komen 26 november. En voor de rest van de partijen die ik ga vechten, voel me daar gewoon goed bij met deze sportschool.